allemaal en welkom bij de video der video's. Mijn favoriete producten van het afgelopen jaar van 2017. Ja, het zijn er best wel een aantal. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk echt alleen nieuwe producten te doen. Ik heb heel veel favorieten die ik al langer heb. En die heb ik ook wel in mijn eerder favoriete video's voorbij laten komen. Maar ik heb geprobeerd zoveel mogelijk, tenzij ik echt even niet omheen kom. Maar over het algemeen, nou, volgens mij... Het zijn of herontdekkingen of het zijn echt nieuwe favorieten. Dus ja, ik heb een klein beetje skincare, een klein beetje haar, heel veel make-up en parfum. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ik ben bij de kerstboom gaan zitten voor het stukje sfeer. Ik weet niet precies wanneer deze online komt, want ik heb een hele hoop planning, puzzel, dingetjes. Dus ik weet niet precies wanneer die online komt. Maar dat die online komt is zeker. Het kan dus zijn dat kerst net voorbij is, dat weet ik niet. Maar laten we maar gewoon beginnen. En ik begin gewoon met de basis. Niet met de huidverzorging, want ik heb eigenlijk alleen maar een maskertje en een reinigingsproduct. Maar ik begin met de basis make-up foundation. Een redelijk nieuwe favoriet van mij is de NARS Sheer Glow Foundation. En ik heb de kleur Light 2 Mont Blanc. Het is best wel lichte kleur, maar het is echt voor de winter. In de zomer is het echt te licht. Ik heb hem nu ook op. En ik vind hem super mooi. Het enige is, ik heb wel een droge huid. Dus ik moet hem heel goed hydrateren. Wil dit goed gaan? Want anders zie je echt zo'n beetje zo crack, crack, crack op mijn hoofd. Zo krak, kraak. Zo van die, nou, alsof het een gebergte is. Tenminste, weet je wel, zo'n droge vlakte. Je snapt wat ik bedoel. Anyhow, deze foundation vind ik prachtig. De kleur is nu echt perfect voor mij. Ik vond Mont Blanc echt klinken alsof ik zo wit ben als een berg. Maar... Het zal aan mij liggen, want ik ben niet super licht. Maar dit is wel echt een lichte foundation. Maar die leuk ik dan ook met een beetje bronzer en een beetje blush en dan is het prima. Maar ik vind hem heel erg fijn. Hij heeft een hele mooie, nou ja, sheer glow, zoals de naam al doet vermoeden. Is absoluut niet te glanzend. Hij is gewoon wel richting het matte, maar wel gewoon met een fris gevoel, zeg maar. Je kunt hem heel goed opbouwen. Ik draag hem heel licht, maar je kunt hem... Ik doe zeg maar anderhalf pompje, maar je kunt hem ook... een stuk dekkender aanbrengen. Dus deze moest er sowieso bij. En welke er ook bij moest, een nieuwe ontdekking, dat is deze. Dit is de Naked Skin One and Done van Urban Decay. En dit noemen ze een Hybrid Complexion Perfector. Met factor 20. Ik heb deze in de kleur Medium Light. Nou, die is echt al een stuk donkerder dan die. Maar omdat ik sproet heb, vind ik altijd dat het een beetje... Ik kan zeg maar twee kanten op met mijn foundation. En deze vind ik prachtig. Dit is gewoon een hele fijne, luchtige foundation. Het voelt een beetje als een crème. Ik vind de tube ook heel fijn. Het is een tube, maar dan wel met een pompje eraan. Het is een hele makkelijke foundation voor overdag. Gewoon, ik gebruik hem een paar keer per week. Ik ben nog steeds ook gek op mijn Bare Minerals Complexion Rescue. Die gebruik ik heel veel. En ik heb ook nog steeds de CC cream. Oh, Mitch begint aan mijn thee te drinken. Zal ik hem drinken, Mittens? De Ethos CC cream is nog steeds een groot favoriet. Maar ja, dat zijn allemaal... Nou, misschien is trouwens de Ethos CC cream wel een ontdekking van dit jaar. In dat geval hoort hij hier zeker bij. De Ethos CC cream. Hele fijne budget CC cream. Wat ik een goede dupe vind voor mijn Bare Minerals Complexion Rescue. Ik gebruik ze allebei. Maar de Bare Minerals doe ik als ik me een beetje luxer wil voelen. En de CC cream gewoon voor elke dag, maakt niet uit. Ja, dus deze en dus de CC cream van de Ethos. Dan ga ik meestal door met concealer. En ik weet niet of ik deze vorig jaar ook al had. Maar hij is in ieder geval heel noemenswaardig. Ik heb net weer een nieuwe aangeschaft. Dit is inmiddels mijn derde... Nou ja, denk ik zoiets. Derde flesje. Dingetje. dit is de Bourjois Radiance Reveal concealer. En deze gebruik ik voor onder mijn ogen. En ik heb, wat ik zei, een hele droge huid. Zeker ook onder mijn ogen. En daar is deze echt ideaal voor. Hij heeft hele mooie lichtreflecterende deeltjes. Hij brengt heel makkelijk aan. Trekt niet te veel in je lijntjes. Ik moet altijd wel eventjes zeg maar zo doen. Dat het dus echt niet in die lijntjes zit. Maar dan blijft het er ook goed zitten.
Ik vind het een hele mooie concealer. Ik gebruik hem niet op onzuiverheden, want hij is echt licht reflecterend. En dat is niet heel erg mooi op je pukkels. Maar onder de ogen is hij top. En wat ik dan gebruik om het af te poederen is deze. En ik denk dat je die vorig jaar ook wel voorbij hebt zien komen. Ik dacht, ik gebruik hem echt elke dag. En dat is voor mij iets heel bijzonders, want ik heb eigenlijk nooit poeder gebruikt om mijn gezicht af te poederen, omdat ik zo'n droge huid heb. Maar dit vind ik zo'n mooi poeder. Dit is de Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En dat zag je in reflectie. Kijk, dit is mijn tweede verpakking. Er zit echt heel veel in, maar ik gebruik hem dagelijks. Ik heb ook alweer een nieuwe staan. Het is gewoon een hele mooie subtiele poeder. Ik doe ook echt heel weinig. Ik doe vooral even onder mijn ogen en dan een beetje de T-zone en dat is het. Maar het doet echt iets voor mijn gezicht en het zorgt er niet voor dat het er te droog uitziet. Maar het zorgt wel dat het mooi gefixeerd is en de hele dag blijft zitten. Ik vind het echt fantastisch spul. Dan gaan we even door met de glow en de wangen. En hij ziet er nu al niet meer uit, maar hij is nog vrij nieuw. Dit is het is echt verschrikkelijk hoe dit eruit ziet. De NARS Sheer Glow, de NARS Albatross Highlighter. Dat is echt een gouden oude, eigenlijk net als de Sheer Glow, alleen ik kende het gewoon niet. En ik durf dan bijvoorbeeld foundation, vind ik wel echt een gok als je dat gewoon van online moet bestellen. En nu hebben we NARS in de Bijenkorf in Utrecht zitten, dus toen dacht ik ga los. De NARS Albatross Highlighter is een hele bekende highlighter. Niet te koel, niet te warm. Gewoon een prima highlighter. En we hebben natuurlijk tegenwoordig, weet je, aan het begin van de highlighter hype was dit echt al een highlighter die je zei, wow. Maar tegenwoordig heb je bijna een spiegel op je wang en dan is het pas echt, echt goede highlighter. Dus deze is eigenlijk, vind ik nu een beetje in de categorie subtiele highlighters. Ik gebruik over het algemeen of deze of de Mary Luminous van de Balm. En meestal gebruik ik de MAC Mineralize Skin Finish in Mineralize Skin Finish in. Nou, ik weet even niet in welke kleur. Maar die is kapot. Ik probeer hem nog een beetje te gebruiken. Maar ik wissel die drie een beetje af. En voorheen waren die twee. En dit is echt wel een hele fijne nieuwe aanvulling. Ik kom nou niet op de naam. MAC Mineralize Skin Finish in Soft and Gentle. Hè, dat is toch fijn. Goed, dan door met... Oh nee, ik zal nog even de wangen doen. Ik heb niet heel veel nieuwe blushes ontdekt. Maar ik heb wel een oude blush herontdekt. En dat is de MAC Pinch Me. En dat is een hele mooie basic blush. Wat heb ik nu ook op? Nee, ik heb hem nu niet op. Ik heb nu de, ja, mijn gouden oude Milani Baked Blush in Luminoso. Wie kent hem niet? Maar dit is gewoon een hele mooie... Nou, ik vind Pinch Me een super goede beschrijving. Want het is echt een beetje alsof je zo in je wangen hebt geknepen om het een beetje weer in leven te brengen. Dan krijg je deze kleur. Ik doe hem vaak gewoon op mijn wangen. Dan een beetje half over mijn neus heen. Een beetje half over mijn ogen heen. En dan zie je er gewoon heel fris uit. Een beetje glow erbij en dan is het klaar. Ik vind het gewoon een hele fijne natuurlijke blush. Hij oogt zo best wel donker. Maar het is echt... En als je hem swatcht is dat ook wel. Maar het is echt een hele mooie... op je wangen echt gewoon, nou, hier zie je ook wel gewoon een hele mooie natuurlijke kleur. Ik vind hem heel mooi. Dan op de ogen heb ik als eerste een potloodje wat ik eigenlijk bestelde om een bestelling, ik weet niet eens meer waar, maar dat ik dacht van, oh, dat is wel handig, want dan heb ik meteen, heb ik geen verzendkosten. En dit is de Topshop Waterproof Liner in de kleur, volgens mij Gunmetal, maar ik kan het even niet vinden. Gunpowder. En dit is een heel mooi oogpotloodje en ik vind ook hier de naam heel erg goed. Het is een heel donkergrijs potloodje met een beetje een soort metallic, heel klein metallic glansje erin. Ik heb hem nu ook op. Het is gewoon een hele fijne, ik heb hem even vervaagd nu, een hele fijne, een heel fijn potloodje om net even wat meer, nou ja, expressie in je gezicht te krijgen. In mijn geval met mijn lichte wimpers vind ik het altijd wel mooi om iets donkerder langs de rand te doen. Eyeliner maakt, vind ik, is veel te hard in mijn gezicht. Maar dit is echt top. Dan een ander nieuw merk wat we in Utrecht in de Bijenkorf hebben is Charlotte Tilbury. En daar was ik super blij mee. En ik ging echt als een kind in de snoepwinkel, huppelde ik door die Bijenkorf heen en ik had een aantal missies. En een van de missies was zo'n... 4 oogschaduw paletje, zo'n quattro oogschaduw ding van Charlotte Tilbury, want die vond ik heel mooi. En ze zijn ook heel mooi, maar wat ik eigenlijk altijd zoek in een oogschaduw palet is een
een hele goede highlighter voor in de binnenste ooghoeken. En een mooie matte kleur voor in de crease. En daaromheen mag het dan glimmen en doen. En ik vond dat ze het allemaal net niet hadden, zeg maar, op dat vlak. Dus ik vond het toch, het zijn best wel dure oogschaduwpaletjes en ze zijn klein. Dus ik was toch te veel in dubio en toen zag ik dit. En dit is een potje, dit heet Eyes to Mesmerize. En dit is een potje met gewoon een hele, een beetje een crème-achtige textuur. Dit is Marie Antoinette. En die breng je aan en dat is ook gewoon heel makkelijk. Je hebt echt heel weinig nodig, super gepigmenteerd. En dat, nou ja, dat smeer je op, zeg maar, en dat vervaag je een beetje. En dan heb je gewoon een hele mooie, in dit geval een beetje een bronzige gloed over je oogleden heen. Er zit een klein subtiel glansje in. Ik vind het gewoon heel fijn spul. Ik vind het net als bijvoorbeeld de MAC Paintly Paint Pots. Daar heb ik Groundworks, ook zo'n fijne kleur. Die is mat, deze is glanzend. Maar gewoon heel makkelijk om even snel swoep over je ogen en dan ben je klaar. Gemak dient tegenwoordig de mens in mijn leven. Met een kleintje is dat natuurlijk gewoon het meest praktische. Ben ik snel klaar. En zie je er toch heel verzorgd uit. En het is gewoon echt een hele mooie kleur. En als ik mezelf een dagje wil verwennen, dan ga ik hiervoor. Dit is de Christian Dior oogschaduw. Het is ook echt een prachtig. Dat zit dan in zo'n fluwelen zakje en daar word je dan heel gelukkig van. Dit is een mono oogschaduw in de kleur 658 Cosmopolite. En dit is een beetje zo'nzelfde kleur als die Eyes to Mesmerize. Maar deze iets intenser. Ik ga even kijken of ik dat nog ergens op mijn hand kan proppen. Kijk, hij is iets. Hij is ook, dit is de Eyes to Mesmerize en dit is de Dior. Die is ook iets koeler met een hele mooie, een beetje zilveren glans. Super mooi en dat is ook zo'n kleur die je gewoon over je hele bewegende ooglid doet en een klein beetje in je kaderboog en dan ben je klaar. Maar dit doe ik echt, weet je, voor een avondje uit of zoals laatst had ik kerstdiner, dan doe ik het bij het kerstdiner op, zo'n kerstdiner van mijn werk. Of gewoon op een dag dat ik denk, ja, het is gewoon tijd om mezelf eventjes in het zonnetje te zetten. Dan ga ik voor Dior. En dit vind ik gewoon een hele mooie, simpele oogschaduw. En deze, ja, dat zijn gewoon van die dingen, dit zo'n kleur is altijd goed. Dus ik vind het een hele mooie. Die Marie Antoinette heeft een iets meer een gouden glans. En de Christian Dior heeft een... Ik weet niet waarom ik steeds Christian bij zit. Dior heeft een hele mooie zilveren glans. Dus dat is eigenlijk mijn favoriete nieuwe make-up, om het zo maar te zeggen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook een beetje parfum. En ik heb twee favoriete parfums al heel lang. De een heb ik echt al heel lang, dat is de Ralph Lauren Romance. En de ander, die is iets nieuwer, maar nog steeds heb ik die al een hele tijd. Dat is de... ik kom er niet uit vandaag hoor. Lancôme La Vie Est Belle. Zo, goedemorgen. Oh, de kerstboom gaat meteen ook. De Lancôme La Vie Est Belle. En dat vind ik echt allebei heerlijke parfums. Maar af en toe wil je iets anders. Mijn moeder die was in India op vakantie. En die heeft toen hele lekkere parfumolies meegenomen. En deze is heel lekker. Dit is de Kashmiri Lily uit Zuid-India. Het is dus ook, ja, weet je, dit kan je natuurlijk denk ik in Nederland niet vinden. Maar ik wil hem toch even noemen, want misschien dat het wel ergens te vinden is. Het is dus een olie. Ik heb hem nu ook op. Dus ja, je brengt eigenlijk de olie aan. Ik dep dat een beetje hier en een beetje hier. En dan, nou, dan ruik je gewoon lekker naar. Het is heel zoet, maar wel heel... het is een beetje zoet, het is een beetje bloemig, het is warm. Ik vind het echt een heel fijn parfum, zeker voor in de winter. Een iets frissere geur, maar ook een hele leuke ontdekking, ook een kleine verpakking, is deze. Dit is de Rituals Eau de Parfum. En even kijken welke dit is. Dit is Fleur de Himalaya. Ik vind sowieso de verpakking echt briljant. Voor zo'n klein flesje hebben ze gewoon echt hun best gedaan. En je hebt ook een groot flesje van haar. En deze is, ja, fris... Het is het thema is een beetje bergen, Mont Blanc, Himalaya. Het is gewoon, ja, fris, bloemig. Ja, ik vind het ook echt zoet. Ik vind het echt een heerlijk geurtje. Ze hebben heel veel soorten en dit is wel eentje. Ik vond de andere allemaal vrij heftig en kruidig. En deze is echt een beetje frisser, bloemiger. Dus, nou ja, ruik ze zeker eens. En ik vind dit gewoon, ja, een hele leuke verpakking. Volgens mij is dit iets van 8, 9 euro. En zo'n groot fles wat duurder. Maar ik doe hier al hartstikke lang mee en ik vind hem heel fijn. En daarbij past het anders ook niet meer in mijn kast. Ik neem er een stokje drinken, want ik krijg er een helemaal droge mond van.
Dan ga ik natuurlijk 's avonds mijn make-up eraf halen. En dan gebruik ik tegenwoordig heel graag amandelolie. Super simpel, heel goedkoop. Met het niet de thee drinken, gekkie. Amandelolie. Dit is ook zo'n dingetje wat ik eigenlijk doe om mezelf een beetje te verwennen. Normaal gesproken haal ik mijn oogmake-up eraf met Nivea. Doe ik micellair water voor de rest van mijn make-up. En dan was ik daarna mijn gezicht met zo'n soort siliconen ding. Waar ik trouwens een hele goede dupe, volgens mij was het bij de Action, zag liggen. Tipje. Zo'n siliconen borsteltje met een beetje face wash. Prima. Maar soms heb ik zin, zeker in de winter, in een beetje warmte om me heen. En dan doe ik dit. Dan doe ik zeg maar ongeveer een theelepel olie op mijn hand. Dat masseer ik in. Dan smeer ik het over mijn hele gezicht heen. Goed ook mijn ogen masseren. Hoeft helemaal niet hard te drukken. Gewoon aaien zeg maar. Gewoon zorgen dat het gewoon lekker overal die olie zit. Dan zie je eruit als een pandabeer. Maakt niet uit. En dan vervolgens pak je een washand met warm water. En dan spoel je dat af. Heerlijk. En het voelt gewoon heel... ja, luxe. Dus dit vind ik super fijn en heel natuurlijk. En soms heb je dan ook zin in een maskertje. En nou ben ik wel van altijd een beetje wisselen met maskertjes. Maar een nieuwe ontdekking is het Vichy Double Glow Peel Mask. With Volcanic Rock en AHA. En dit is een masker met dubbele exfoliërende werking. Met vulkanisch gesteente en AHA indicatie. Dat zijn fruitzuren. En bevat vitamine C om de huid te doen stralen. Nou, ik smeer het op en laat het even intrekken. En je krijgt er dan een frisser en stralender gezicht van je huidstructuur. Ziet er fijner uit. Nou, het is inderdaad een beetje een peeling masker. Ook als je het afwast, dan voel je nog een beetje een soort korreltjes. Maar het is gewoon een heel fijn masker. Het werkt makkelijk, snel. Ik zie echt wel dat ik daarna er een beetje meer glowy uitzie. Dus ik vind het een hele fijne ontdekking. En dan als laatste natuurlijk haar. En ik ga altijd naar Salon B of de Graduates. Dat is zeg maar de afstudeerafdeling ervan, of hoe ze dat dan ook noemen. En daar word ik altijd heel fijn geknipt, word ik heel blij van. En zij zijn echt van die een dan rammelig look. En ik ben ook gek op rommelig haar. Dus ik word er altijd heel vrolijk als ik daar ben geweest. Denk ik, het kan weer, zeg maar, normale mensen zouden misschien niet de hele dag dit doen. Maar ik vind dat fantastisch. Dat rommelige, warrige effect een beetje goed te kunnen houden, gebruik ik dit. Dit is de Undone by the Insiders Walk on the Beach Seaweed Shampoo. En zoals het naam al doet vermoeden, dit geeft een beetje een gevoel alsof je op het strand bent geweest. Het maakt je haar absoluut niet zwaar. Het maakt het heel licht, luchtig. Het maakt het iets stugger. Niet dat je denkt van in, maar gewoon echt dat je denkt, er zit gewoon iets meer grip aan, dus je kan het daarna veel makkelijker stylen. Ik vind het super fijn spul. Je doet ook hartstikke lang met zo'n flesje. Ik was mijn haar sowieso maar 2 keer in de week. En eigenlijk maar 1 keer in de week, namelijk in het weekend met deze. Door de week dan denk ik, naar mijn werk, dan hoeft het niet zo super rommelig te zitten. Maar in het weekend vind ik dat fantastisch. Dus ik vind dit echt een hele fijne ontdekking van dit jaar. En dat is het. Dat zijn al mijn favorieten van het afgelopen jaar, van 2017. Fantastisch jaar. En ik hoop dat jullie ook een fantastisch jaar hebben gehad. En ik wil jullie alvast een fantastisch 2018 wensen. En dat doe ik ook nog even in mijn vlog die met Oud en Nieuw online komt. Of misschien is die dus net online geweest, ik weet het niet. En 2018 wordt een heel bijzonder jaar. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel benieuwd naar jullie favorieten van de afgelopen tijd. Dus laat ze vooral hieronder weten. Wat is nou echt jouw favoriete beautyproduct van het jaar? Let me know. En super bedankt voor het kijken weer dit jaar. En heel graag tot volgend jaar. Doeg!